De KRO presenteert... Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. En Joke Bruis. Sjoerd Plezier. En Moena Goeman Borgesius. Zij nemen u mee naar de 50er jaren. Toen geluk heel gewoon was. Zit je haar mooi. Zeg, Nel, heb jij misschien een bolschaal voor mij te leen? Zo heb je feestie. Komt Siem net mee aan. Als een mate van de riolering. 7 stuks. 7 stuks? Nou, mag je de ramen wel tegen elkaar openzetten? Ze komen op netjes. Netjes? Ja, aan het Zondagspark. Waar is het voor? Hij beschoot en is voorman geworden. En nou moest Siem zo nodig een feest voor hem geven. Oh, nou, ik haal die schaal wel even voor. Gaat ons nog wat voor je doen? Nee, alleen die bolschaal. Siem heeft onze bolschaal aan zijn moeder gegeven voor de verjaardag. Want we zaten een beetje krap. Zeg, je vindt het toch niet vervelend, hè? Dat jullie daar niet bij kunnen wezen vanavond. Wel, nee, meid. Het is toch een feestje voor Siem zijn collega's? Daar horen wij toch niet bij? Begrijpen we best, hoor. Je bent een echte vriendin, Nel. Nou moet ik maken dat ik boven kom. Want Siem zal zich onderhand wel hebben omgekleed. Ik heb nog 1000 dingen te doen. Krijg me nou, Siem Stokvis. Waarom ben jij nog niet omgekleed? Nog niet omgekleed? Een spiksplint nieuw overhemd? 40% puur methanol? Hé, hey, Nel. Kunnen wij misschien een stoel van je lenen? We komen er bovenaan je tekort. Tuurlijk, pak er maar één, hoor. Hey. Moet je even wat laten zien. Oh. Kijk. Zo. Dat is een mooie ring, zeg. Hey. Voor wie is die? Huip Scholten. Ja, die heeft me in de tijd ingewerkt in de Rio. Dus nou, die voorman is geworden, waar ik hem een aardigheidje geef. Ja, zie maar eerst bretels voor hem kopen. Maar ik zei dat een ring beter was voor deze gelegenheid, hè, Siem? Toevallig is Huip gek op rode bretels. Nou, Siem, zus heeft gelijk, hè. Een ring is natuurlijk veel beter dan bretels. Nou, niet als je broek afzakt, hoor. Kijk, nee, ik heb er wat in laten zetten. Oh? Voor mijn gabber, Siem. Wat aardig. Heb jij misschien een mooi papiertje om het in te pakken? Waarom hebben ze dat in de winkel niet gedaan? Dat doen ze alleen maar met cadeautjes van boven de 2,75. Ik pak het wel voor je in, hoor, Siem. Maar. Oh, ik was bijna vergeten, maar boven hebben wij die tafel uitgeklapt. En nou is mijn tafelkleed te klein. En nou dacht ik, misschien heb jij een beetje groot tafelkleed? Zo groot niet. Hé, hey, wat dacht je van een onderbroek van Jaap? Nou, maakt niet uit, hoor, Nel. Ik vind wel wat. Nou, kom op, Siem, schiet op. Ja, en neem jij die stoel maar. Oh, nee. Nee, doe dat nou voorzichtig. Doe dat nou met 2 handen, Siem. Ik laat hem heus niet vallen, hoor. Ja, dat zei je ook op onze trouwdag toen je mij de drempel overdroeg. Neem jij die stoel maar. Ja, vooruit met de geit. Voorzichtig. Oh! Hey. 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 Hallo, schat. Dag, lieverd. Moe? Kapot. Die 4 uur overweg, die gaan je niet in je koude kleren zitten. Mij krijgen ze vanavond de deur niet meer uit, hoor. Of gaf Gina Lollo Brigida een feestje. Moet je nog wat eten? Nee, ik heb onderweg een hanekie genomen. Ik ga gauw in mijn mandje. Sta je te zoeken? Een cadeaupapiertje.
voor mijn gabber zien. Tjoen. Voor mijn gabber. Nou, wat is die Siem toch een fantastische gozer. Ik krijg er een brok van in mijn keel. Je hoort veel mensen praten over vriendschap, maar wat stelt dat dan helemaal voor? Hè? Nou, Siem niet, die hoor je nooit, hè? Maar ondertussen is dat dan wel de fijnste vriend die ik heb. Die knaap hierboven is een van de aardigste kerels die ik ken. Wat een verrassing. Heb ik nog een verrassing voor je? Nog één? Die ring is niet voor jou. Tuurlijk wel. Van Siem. Voor mijn gabber. Staat erin. Ben ik toch? Ja, dat ben je ook wel. Maar die ring is voor Huib Scholten. Huib Scholten? Waar slaat dat nou op? Huib Scholten is voorman geworden. En nou heeft Siem een cadeautje voor hem gekocht. Dacht ik het niet. Scholten is koud voorman. Of Stokvis begint zich bij hem in te likken. Zoals hij zich in de tijd bij mij heeft ingelikt. Nou, die tijden zijn voorbij. Die gaat niet langer van mij profiteren. Die knaap hierboven is de slechtste kerel die ik ken. Gebruik zijn vriend alleen om er beter van te worden. Wat is die van jou dan ooit beter geworden? Veel. Veel. Heel veel. Noem eens wat. Door zich bij mij in te likken, kon die mooie mevrouw gebruiken om zijn cadeautje in te pakken. Heeft hij geen haast gehad? 14 jaar likken om één cadeautje ingepakt te krijgen? Oh. Geef die ring hier, dan ga ik hem even inpakken. Jij pakt niks in. Dat doet hij zelf maar. Je geeft hem die ring maar terug en je zegt maar dat ik hem nooit meer wil zien. Nee, Ik heb hem erom gekregen, ik krijg hem dan wel weer af ook hoor, en heb ik jou niet bij nodig. Zou je me niet eens een handje helpen? Ik doe er even wat planten op. Oh, nee. Weet je wat dat kost? Hebben we geen reuzel in huis? Ja, hoor. Dikke 200 pond. Je vraagt erom, Nel. Je solliciteert. Doe er nou even wat boter op. Dat helpt niet. Warm water is het enige wat helpt. Ja, hoor. Wij zijn een gijzer. Rip uit mijn lijf. Het water is koud. Dat wordt zo heet. Oh ja, nou, dit wordt voor zijn levensdagen niet. Heet, mijn pink. Doe er even wat boter op. Heb je het toch voor elkaar? Ja hoor, ik deed het erom. Nou, geef die ring nou maar. Nou ben je toch iets te bij de hand geweest, want dan gaat hij helemaal niet meer af. Siem moet die ring hebben. Hij moet hem zo meteen aan Huib Scholten geven op zijn feestje. Dat kan me niks schelen. Nou, ja. Wat voor feestje? Ze geven een feestje voor Huib Scholten. Boven? Ja. Eén ding nou, daar gaan wij niet naartoe. Al smeekt hij het op zijn blote knieën, wij gaan niet naar boven. Dat is ook helemaal de bedoeling niet. We zijn niet uitgenodigd. Oh. Niet uitgenodigd? Nee. Meneer geeft een feestje en wij zijn niet uitgenodigd? Het is een feestje voor Siemse collega's. Trouwens, net zei je nog dat je de deur niet uit wilde. Ja, net wel, maar nou niet. Al geeft Gina Lolo Brigida een feestje. Ja, maar ik heb niet gezegd, al geeft Simon Stokvis een feestje. Ik dacht dat je hem nooit meer wilde zien. Wat heeft dat er nou mee te maken? Het gaat om het principe. Siem moet die ring hebben. Hoe eerder die af is, hoe beter dat het is, want ik wil niks in huis hebben van die rioolrat. Hey, Nel. Heb je die ring ingepakt? Zit bij Jaap om zijn vinger. Dat ringetje om zijn vinger? Hetzelfde als Bulletje in de zwembroek van Bonenstaak. Hij dacht dat hij van hem was. Hij krijgt hem ook niet meer af. Dat meen je niet. Echt waar, we hebben alles geprobeerd. Spijt me. Maar nou, we gaan zo de cadeautjes geven. Ja. En ik heb een toespraak ingestudeerd. Nou, er zit er maar één ding op. Ik haal Huip even naar beneden. Dan kan hij hem tenminste zien. Ja. Nee? Sorry. Zie wel, ik had toch bretels moeten kopen. Ga
Gefeliciteerd. Ik heb het grootste pinkie van Rotterdam-Zuid. Siem was net hier en ik heb het een beetje uitgelegd. Nou komt hij zo meteen met Huib Scholten naar beneden om naar die ring te kijken. Siem zet hier geen voet meer over de vloer. Waarom jij kwaad op hem bent, mag Joost weten. Maar dat jij die ring niet meer van je vinger krijgt, is toch gewoon je eigen schuld, hoor? Nee, dat doet hij allemaal expres. Die ring heeft hij, dat is een toverring van Fred Kaps. Je laat meneer Scholten naar die ring kijken en je gedraagt je. Denk erom, het is zijn baas. Voeten vegen. Hier is het. Hele nette mensen. Neem me niet kwalijk, maar we zijn zo weer weg. Oké, mannen. Kom binnen, zijn we er allemaal? Oké. Henk, jij staat achteraan. Goed, dan gaan we. Geachte collega's van de RIAL. Wij zijn hier samengekomen om eer te bewijzen aan een groot man. Onze pas benoemde voorman, Huib Scholten. Goed. Huib Scholten, beter bekend als Huib de Poepzuiger, is onderin begonnen en heeft zich vandaag, slechts 20 jaar later, opgewerkt tot een groot. Huib en ik hebben schouder aan schouder in de riool gestaan. En we zijn door dik en dun gegaan. En daarom is het mijn eer en een genoegen hem als blijk van mijn waardering deze ring te mogen schenken. Huib. Siem, kerel, altijd als ik deze ring zie, zal ik denken aan jouw beste vriend. Mooiste, hè? Jongens, moet je nou nog eens kijken. Is die mooi of niet? Het is helemaal hetzelfde. Er zit nog een steentje in. Eruit! Eruit! Maar Jaap! Eruit! Met de weg! Eruit! Ik moet je vinger eruit! 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 Odel, deze stoel die is een beetje krakkemikkig. Dan koop ik wat houtlijm en dan maak ik hem morgen. Goed. Oh, dat is goed, joh. Hé, hey, fijn dat jullie feestje zo geslaagd was. Ja, Huib Scholten die heeft zijn vrouw natuurlijk verteld van die ring, hè? Ja. En nou wil ze hem heel graag zien. Zou het erg vinden als ze zondagmiddag even kwamen kijken? Nou, dat lijkt me nou niet zo'n goed idee, Siem. Je hebt gezien wat er gisteravond gebeurde. Hé, Nel. Misschien is het dan beter als ik mevrouw Scholten vraag of ze morgenmiddag even op de Koolsingel wil gaan staan. En als Jaap dan langskomt met zijn bus, hè, dat hij zijn hand even buiten het raam houdt. Ja, dat gaat misschien wel snel, maar beter wat dan niks. En nou, met een beetje mazzel staat hij net voor het rode licht. Dan kan ze nog wat langer kijken. Hij wil zo snel mogelijk van die ring af, Siem. Hij zou vanmorgen langs de werkplaats gaan om hem eraf te laten halen. Nou, dan zie ik hem straks wel. Hè. Het is tenslotte onze kegelavond. Ja. Hallo, schat. Waar is de ring? Vanmorgen op de werkplaats. Ik vertel het hele verhaal. Ze nemen mijn hand, zetten hem in een bankschroef en ik moet trekken. Een bankschroef? Hè? Oh, wat erg. De ring is eraf? Die zit nog onder het verband. Siem, met zijn ring. Nagel aan mijn doodkist. Hij was net nog even hier en vanavond kegelen. Oh, dus ik ben wel goed genoeg om met hem te gaan kegelen, maar niet goed genoeg om uit te nodigen op een feestje. Nou, hij zoekt maar een andere voetveeg. Vanaf vandaag kegel ik alleen met Beb Rodenburg. Ja, voor jou. En, de ring eraf? Zo. Kun je wel kegelen met die hand? Ik kan uitstekend kegelen met die hand. Ik kan alleen niet kegelen met jou. Het is toch onze kegelavond? Dit was onze kegelavond. Vanaf vandaag kegel ik alleen met Beb Rodenburg.
Bep Oudenburg? Die nagemaakte glazen was ho, 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 ho. We hebben het hier over een vriend van mij. Nou ja, voor mij mag hij meedoen. Ik bedoel... Hij wel, ja. Maar jij niet. Ik kegel samen met Bep Oudenburg. Met z'n tweeën. Maar met wie moet ik wel kegelen? Als jij nou eens ging kegelen met je grote vriend Huib Scholten. Nou, ik wil helemaal niet met Huib Scholten. Ik wil met jou. Ik heb de baan besproken voor Bep en mij. Welke baan? Baan 3. Dat is onze baan. Jij gaat op onze baan staan kegelen met een ander... Laat het nou eens eindelijk tot je hersens doordringen. Vanaf vandaag kegel ik niet meer met je. Biljart ik niet meer met je. Klaverjas ik niet meer met je. Pimpampet ik niet meer met je. Doe ik helemaal nooit niks niet meer met je. Jij en ik, dat is over. Uit! Het lijkt wel of je kwaad om me bent. Hey, ja, het heeft toch niks met dat feestje te maken? Dat je niet uitgenodigd was? Nee, tuurlijk niet. Daar zou hij een kind maar kwaad om zijn. Het is een belediging voor jou als ik alleen maar zou denken dat een volwassen vent als jij daar kwaad om zou zijn. Hou toch je kop dicht. Zie, er is telefoon, er zijn problemen met de riolering op de binnenweg, maar ik heb al gezegd dat je weg was, dus als je nog wil kegelen, dan... Hang voor jou, paf. Ik ga kegelen met Bep Oudenburg. Zeg maar dat ik eraan kom. Hey, Beppie. Leuk dat je er bent. Kom binnen, jongen. Je bent lekker op tijd. Hey, je zit al niet te eten? Nee, hoor. Ik had laat gegeten. Ik heb onderweg een haringje genomen. Ik ook, jongen. Met dubbel ui, maar lekker. Ik zou nog wel wat lusten. Oh. Heb jij niet toevallig nog wat staan? Nou... Op een lege maag kan ik niet kegelen. Oh. Ja, dit is nou Bep Oudenburg. Bep, dit is mevrouw Nelly. Oh, ja. Zo heet de kanarie voor mijn zus ook. Ja, Bep had een beetje trek. Als u soms last van de graadjes hebt... Wil ik ze er wel voor u uithalen, hoor? Wel, nee, volgens mij pik ik er wel tussenuit. Nou, ga maar eens. Zus staat beneden op je te wachten. Zo. Je weet maar nooit, hè? Kan misschien nog van pas komen, meneer Oudenburg. Lekker, leuk weef, Jaap. Kan lekker koken. Ja. Zal ik je hoed even nemen? Nee, die hou ik op. Ik weet tenminste altijd waar die is. Ja. Tegen wie spelen wij vanavond? Toch niet tegen die eikel die je altijd bij je hebt, hè? Die putje schepper, die vriend van je. Vriend van me? Nou, dat is overdreven, hoor. Onze vrouwen die gaan goed met elkaar om, dus om rust in de tent te bewaren zie ik hem wel eens. Maar van mij mag hij op de mokerij gaan zitten. Hé, hey, Scholten. Kooiman, weet jij waar Siem zijn vrouw is? Ja, die is met Nel naar het Colosseum. We hebben een ontploffing gehad op de binnenweg. Siem ligt in het ziekenhuis. Je liegt het. Het ziekenhuis? Maar daarnet stond hij nog hier. Ik sta met hem te praten, hij heeft nog helemaal niks. Ja, maar nou wel. Hij ligt in het dijkzicht. Nee, hè. Komt allemaal door mij. Het is mijn schuld. Als ik met hem was gaan kegelen, was hem niks overkomen. Als hij invalide wordt, dan zal ik het mezelf nooit vergeven. Ik moet daar hem toe zo snel mogelijk. Als je een paar meter verder had gestaan, had het een stuk slechter voor je uit. Ja, nee, ik zeg hem tegen die knaap van die ziekenwagen. Ik zeg, met mij is niks aan de hand. Ik heb alleen maar een putdeksel op mijn kop gekregen. En er gebeurt om de havenklap, dat is het risico van het vak. We moesten u wel even onderzoeken. We hadden u een nachtje ter observatie gehouden als we niet met een beddentekort zaten. Tekorte bedden? Maakt mij niet uit, hoor. Ik slaap altijd met opgetrokken knieën. Hé, dokkie, hoe kom ik eruit? Hier is een lift en aan het eind van de gang is er nog één. Oh, nou, kan ik deze goed even nemen, hè? Ik neem toch die andere maar. Is 317 vrij, dokter van Zwol? Jazeker, dokter Giesel. Mooi, dan leg ik daar die blinde darm wel neer. Zeg, hoe is het gegaan? Goed, geen complicaties. Ik geef nog even een bloedtransfusie. Goed, eet smakelijk. Tot morgen. Zuster, in 317 een bloedtransfusie, dus geen bezoek.
Zo. Waar gaat u heen? Mijn vriend ligt hier. Ja, het spijt me, maar helemaal geen bezoek. Geen bezoek? Is het zo erg? U moet het me vertellen, zuster, hoe erg het ook is. Gaat hij het halen? Dokter Gieshoff is bij hem en dat is een hele goede dokter. Ik wil dat mijn vriend alle verzorging krijgt die nodig heeft. Hè? Ja, dus dagzusters, nachtzusters, specialisten, maakt niet uit. Wat die maar nodig heeft. Hè? Mijn naam is Jaap Kooijman. Dat is mijn allerbeste vriend. Siem, blijf er vechten! Je komt er wel weer bovenop! Rustig nou maar, meneer Kooijman, hè? Hij krijgt de beste behandeling. Hij heeft zojuist een kalmeringsmiddel gekregen en zometeen geeft de dokter hem een bloedtransfusie. Een bloedtransfusie? Die krijgt hij van mij. U moet mijn bloed nemen. Dokter, dat is mijn allerbeste vriend. Voor die bloedtransfusie moet u mij nemen. Hoeveel liter moet u hebben? Dat is heel aardig van u. Welke bloedgroep heeft u? A tot en met Z, het hele alfabet. Zuster, neemt u meneer even mee en kijk of we hem kunnen gebruiken. Ja, dokter, hartelijk dank. Ik zal dit nooit vergeten. Ho, u mag daar niet naar binnen. Ja, nee, maar ik heb mijn horloge laten liggen. De zuster komt zo. Vraagt u het maar aan haar. Godzijdank. Ik ben toch gezond, gezond als een vis. Ik heb altijd mijn spinazie opgegeten. Mij kan niks gebeuren, hoor. Oh, wat ben ik blij. Nou, turtelduifjes. Ik denk dat we nou wel een kopje koffie kunnen gebruiken. Ja, inderdaad. Dat is een heel goed idee, Nel. Gaan jullie alvast maar naar beneden, want ik moet nog even op de zuster wachten. Oh, nou, ik ga een keer. Dat is een part van mijn hart, hè. Goed uit, hoor. Hè? Zo dan, hè. Tot zeg. Ja, ik heb mijn horloge laten liggen op het nachtkastje. Ik zal het wel even voor u pakken. Heeft juist aangeboden bloed te geven aan een patiënt? Ah, kijk eens. Dank u. Fantastisch. Weet u, zuster, die Jaap, die Kooijman, is een van de fijnste mensen die je kent. Ja, niks is hem te veel. Dus als je nog wat anders van hem nodig hebt, zijn hart, zijn lever, zijn longen, haal het er gerust uit, hoor. Dag. Hé, hey, Jaap! Ja! Die ring, hè? Die mag je houden, hoor. Die is voor jou. Yeah.